Ik had eigenlijk wel wat meer geknuffeld willen worden vroeger. Ik had meer knuffels moeten geven. Iedereen doet het in de familie. Ja. Ik ben degene die het mensen doet. Mijn overgrootvader is in mei overleden. En dat denk ik dan soms nog aan. En elke keer als ik naar mijn opa en oma ga, denk ik mezelf van... Ah, oké, ik ga nu wat meer met hun praten dan alleen maar op mijn telefoon zitten. Maar dan elke keer als ik daar ben, is het toch weer gewoon elke keer hetzelfde liedje. Je hebt misschien wel eens gehoord over dat baby's, als ze niet worden aangeraakt... dat er bepaalde hersenverbindingen niet komen. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gehoord, maar als je een baby gewoon laat liggen... en je doet er niks mee, je geeft zo een fles, je raakt het niet aan... dan komt er geen oxytocine, dat is het knuffelhormoon. Dat is ook wat door je lichaam gaat als je elkaar omhelst. En dan kunnen dus bepaalde hersenverbindingen niet worden gemaakt... waardoor je je leven lang eigenlijk achterblijft. En sommige dingen nooit zult kunnen leren... en ook moeite houdt met stress omgaan en zo. Ik zie daar een soort wetenschappelijk bewijs in... dat de mens dus gemaakt is om lief te hebben. En ik wil je laten zien, er is een test uit 1958. Er is een wetenschapper en die heeft aapjes kort na de geboorte weggehaald bij de moeder... en een surrogaatmoeder gegeven. En de ene is van gaas en de andere is van een soort zacht materiaal. Ik zal het je eerst even laten zien... kunnen we het er verder over hebben. A helpless infant monkey shows a simple reflex behavior. This reflex enables the infant to find the nipple of its mother's breast. Dr. Harlow then gave several infant monkeys these substitute mothers, a substitute of wire, another covered with cloth. The monkeys preferred their cloth-covered mother substitutes at all times. The isolated monkeys would spend as much as 15 hours a day clinging to their cloth mothers. En dit attachment persisted after a separation as long as 2 years. Ze hadden dus melk in zowel die ene als die andere nepmoeder gedaan. En zelfs als er minder of niks meer zat in die stoffenmoeder... dan nog gingen de aapjes daar tegenaan zitten. En ook al zat er nog wel melk in die koude, dan gingen ze daar niet. Dus uiteindelijk gingen de aapjes ook dood. Omdat kennelijk dus liefde en gekoesterd worden belangrijker was dan voedsel. Wat mij brengt op de gedachte dat aangeraakt worden en knuffelen heel belangrijk is. Doen jullie dat nog met je ouders eigenlijk? Ja. Ja? Oh, echt waar? Ik deed het op mijn 16e nauwelijks meer. Bijna nooit. Jij niet, Piet? Nou ja, je geeft ze een knuffel of een kus op de wang of zo als je thuis komt. Je zegt wel rustig, ik ga naar boven, maar niet echt anders zoals ik vroeger als klein kindje deed. Zo. Ja, Atta? Ja. Ik wel. Ja? Dus omgekeerd als haar. Wel gewoon moeder knuffelen en dit, dat. En gewoon uit jezelf? Ja. Ja. Tuurlijk. Liefde laten zien, toch? Ja. Ja, dat vind jij zo natuurlijk. Ja, ik hoop dat mijn zoons dat later ook vinden. Nu doen ze dat nog wel, maar... Ja. En Jay? Ja, bij mij thuis is het eigenlijk gewoon echt verplicht. het is niet van, oh nee, maar... Kijk, ons gezin bestaat uit mijn moeder, mijn zusjes en ik. Maar mijn oma is er altijd. We merken gewoon elkaar dat het zo goed doet... Dus die oxytocine, ja, die voel je echt. Het zit wel goed bij ons thuis, ja. Ja. En ik hoor iedereen over moeders. En die zijn ook heel knuffelbaar natuurlijk. Wie knuffelt vaak met zijn vader? Ja. Ja? Job, ik zie... Niet dan wel. Steeds minder, dat wel, helaas. Maar ik zie hem ook steeds minder, dus het is... heeft dat een... Nee, heeft geen, gewoon werk. Gewoon, ja, dat je, jij bent druk, hij is druk. Nou, hij is vooral druk. Okay. Ik ook wel, maar hij is ook druk. Nee, maar nog steeds geef ik mijn vader ook af en toe een knuffel. Ja. Dat is gewoon mijn vader. Mag wel. Ja. Is er iemand die denkt, nou, ik had eigenlijk wel wat meer geknuffeld willen worden vroeger? Ik had meer knuffels moeten geven. Iedereen doet het in de familie. Ja. Ik ben degene die het mensen doet. Mijn overgrootvader is in mei overleden. En dat denk ik dan soms nog aan. En elke keer als ik naar mijn opa en oma ga, denk ik mezelf van... Ah, oké, ik ga nu wat meer met hun praten dan alleen maar op mijn telefoon zitten. Maar elke keer als ik daar ben, is het toch weer gewoon elke keer hetzelfde liedje. Mijn overgrootvader, ik vraag me af dan toch wel ergens diep van binnen... of hij wel wist dat ik van hem hield, zeg maar. Dat ik nog steeds van hem hou. Ook al weet hij er niet meer. Dat vraag ik me dan toch wel gewoon af. Wat is dat toch, dat het zo moeilijk is om het te zeggen op het moment dat het kan? Heeft iemand daar een idee over? Ik denk dat het echt te maken heeft, zeg maar, met de pubertijd. Dat je van kind naar wat volwassener gaat. Al die hormonen, dat je heel afstandelijk wordt en zelfstandig probeert te worden. Dus dan ga je je afsluiten van iedereen om je heen. Maar als er dan juist zoiets gebeurt, dan is dat de meest hartbrekende momenten dat je ooit kan meemaken.